Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LS Beautiful and More. En vandaag ga ik op pad met deze nieuwe ambu. Hij is nu helemaal af, vind ik. Gemaakt door Beunhaas, shout out naar hem. Linkjes naar zijn site, etc. in de beschrijving. En ja, check hem zeker even uit. Ook een moderator op mijn Discord. Die ik sinds een paar dagen, of ja, nu al een tijdje heb. Dus, of ja, admin moet ik zeggen, zo, geen moderator, admin. Dus dikke shout out naar hem. En samen ook met Luc Glorious. Glorious Modding, ja, hij is ook een van de modder admins, sorry, moet ik goed zeggen. En ja, super tof dus, bedankt boys voor de ambi, etc. Ik ga meteen even beginnen met de Q&A vragen, want ik ging ze net doorscrollen en ik zag dat er erg veel waren. Ik ga ze niet in beeld laten komen, ik lees ze wel op. Ik zal de namen er niet bij zeggen. Ik denk dat je eigen vraag wel kent, omdat ik ja ook gewoon 15 dezelfde vragen heb. Maar goed, we gaan beginnen. Vind je leukste? Ambulance, brandweer of politie? Als je wilt weten of het je vraag was, zet gewoon de reacties opnieuw. Eerst scroll dan helemaal omlaag, want daar ben ik ook begonnen. Nou, ik vind ambulance het leukste. Maar voor GTA 5 vind ik politie het leukste, omdat je daarmee het meeste kunt. En in het echt zou ik gaan van ambulance naar politie naar brandweer. Allemaal dezelfde. Ja, oké, van wie zijn uniformen van je collega's te maken? Ik denk dat die betaalde uniformen zijn die inmiddels niet meer te krijgen zijn. Of ja, inmiddels misschien gratis te krijgen zijn zelfs. Maar dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. Hoe ben je op BD gekomen LS Pudivat te maken? Nou ja, dat was eigenlijk omdat ik ben begonnen met LC Pudivat. En toen, toen kwam GTA 5, LS Pudivat en zo. En ja, dan kun je natuurlijk niet achterblijven. Wat voor een opleiding heb je gedaan? Ja, verpleegkunde en daarvoor, wat was het? TL? Kader? Nee, niet kader. Weet dat? MAVO is dat geloof ik voor sommige mensen noemen het MAVO. Hier zei iemand, ik denk als je zoveel tijd over hebt om dit soort video's te maken, dat je geen opleiding hebt gedaan. Nou ja, bedankt jongen. Shout out naar jou, dump wat video's in heel. What the fuck. Oké. Okay. Wat is je doel met YouTube? Ja, ik vind eigenlijk wel goed zo. Ik ga niet meer verder van het doel 100k. Want ja, ik ben natuurlijk ook, zoals jullie dus al weten, van ben ik dus meer nu bezig met de opleiding en werk en zo. Dus ik hoef niet volledig YouTube te worden. We gaan naar de eerste melding. Wat zei ze nou? Ik weet niet meer. We gaan gewoon aan. Zonder spoed, want het was geloof ik een elderly patient transport, oftewel een B-rit. Ja, dit is trouwens de post, of ja, die ga ik gebruiken als post, dat is wordt bij ons in de clan ook gebruikt als post. Even kijken, was je liever een voertuig van de politie? Ja, dat is nog steeds wel de Touran 2016, maar het wordt wel steeds meer de B-klasse, want die vind ik toch wel... Oh nee, trouwens, Audi A6, moet ik wel goed zeggen, Audi A6 van de politie, team verkeer. En daarna komt Touran en daarna komt steeds meer de, weet dat ding nou, de B-klasse. Die komt er steeds meer toch wel in de buurt. En dan, even kijken, nu moet ik natuurlijk rijden en op mijn telly kijken, dat mag niet. Deze vraag is voor, oh nou wacht, we gaan even heel snel. Hoe kwam je op je idee dit te gaan doen? Ik vind, ja, dat heb ik wel vaker gezegd. Dus eigenlijk gewoon, ik was op vakantie aan het kijken naar naar filmpjes van LCPDFR en toen dacht ik van ik ga ook GTA 4 kopen en dit dingen allemaal installeren en uiteindelijk ben je dan uitgekomen bij GTA 5. Ja natuurlijk, ik heb de groen of niet. Even kijken, was het liever het voertuig van de politie al beantwoord? Ah, die heb ik per ongeluk beantwoord. Ja, voor ik skip wel een paar vragen, maar heb je een auto? Ja, welke? Nee, dat heb ik niet. Dus ja, dat kan ik wel beantwoorden, sorry. Welke school heb je gezeten? Ja, dat blijft privé. Wat is jouw droombaan? Wat wil je later worden? Ja, dat is eigenlijk toch wel ambulance verpleegkundige. Welke 1-2... Oh, hij crasht. Oké, we zijn weer terug op de post en we gaan er meteen weer verder. Even kijken, welk 1-2 voertuig vind je het gaafst? Alles bij elkaar vind ik de... ik vind deze wel echt heel gaaf, in het echt ook. Van, in Gelderland midden dan, in Arnhem en zo. Dus deze in het echt vind ik gaaf. Maar de Audi A6, ja, van de politie. Ik ben zo'n grote Audi fan, dus dat blijft hem toch echt gewoon. Oké.
Dan gaan we nog, wanneer ben je begonnen met files maken? Dat was geloof ik 13 augustus 2000... nee, ja... 12 augustus 2013 of zoiets, ergens augustus, 2 augustus 2013, in ieder geval augustus 2013, en dat weet ik omdat ik die vraag ook al vaker heb gekregen. Telefoon gaat weg, nee wacht, ik ga nog één vraag snel beantwoorden. Welke graphic mods gebruik je? Dat is Make Visuals Great Again. Make Visuals Great Again. Telefoon weg, we hebben een A1 persoon aangereden. Door een voertuig op de golfbaan. De sirene, jullie gaven laatst aan, maar hij is zacht. Ik heb hem wel iets harder gemaakt. Oh, hier staat een auto. Ik heb hem wel iets harder gemaakt. Ik weet niet of jullie verschil horen. Ja, rechts heeft mij gezien. Dit is dus ook de echte sirene die bij deze ambu hoort. Doorrijden, ruimte maken en nu besef je dat ik naar rechts moet en ga je doorrijden. Superman, die snapte het. En nu even een volle gas hier over de golfbaan scheuren. Blauw gaat uit, oranje gaat aan, groen is dat. Blauw gaat uit, oranje gaat aan, met groen, blijkbaar. Groen gaat uit, oranje staat aan. Allee, dit was altijd zo, de politie kwam dan ter plaatse en die stonden dan bij de persoon die haar had aangereden. En dan verdwenen hun. Oh ja, trouwens, die achterdeur kunnen geloof ik niet open, dus ik weet niet of dat goed gaat. We zijn ondertussen aan het bekijken hoe we met slachtoffer gaan. Dan ga ik door met vragen, ja, met welk voertuig wil je nog graag LSP Duval spelen. Ik denk dat ik op dit moment elke voertuig die ik zou willen wel heb. Een gebroken arm, gebroken been, oké. Okay. Dat heeft het slachtoffer, dus die gaan we dan nu met zo'n vacuüm, vacuüm ding om de arm, gaan we dat soort spalk. Oké, okay, goed. Je mag met mij meekomen. We gaan A2 richting het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Even kijken of ze nu instapt. Nou ja, nou, dat kan wel, alleen de deuren kunnen niet open. Goed, ondertussen dus wij A2 daar naartoe en dan ga ik door. Vind je leuk aan YouTube? Aan YouTube zelf, of aan YouTube filmpjes maken. Aan YouTube zelf vind ik, ja, de afwisseling die je hebt qua, ja, vlog, ja, ik dan, die ik in mijn abonnees heb, vlogs en dan niet van Enzo Knol en zo. Maar ik volg meer de Amerikaanse of de Engelstalige vloggers zoals John Olsen, die vind ik echt te gek. En daar houdt het eigenlijk al bij op. En Jan Willem volg ik dan wel. En ja, dat is dan wel leuk. En ja, zelf aan YouTube gewoon, ja, de filmpje. Weet je, ik zou niet meer kunnen gamen zonder op te nemen. Ik ga dit niet voor mijn... Ja, het klinkt heel raar, maar ik ga dit niet voor mijn lol doen. En ik doe het nu wel voor mijn lol, omdat ik het super leuk vind. Maar ik ga niet deze mod super serieus spelen als ik niet ben aan het opnemen. Dus ja, dat vind... Ja, snappen jullie? Oké, okay, hoe ben je op idee gekomen aan YouTube beginnen? Heb ik al verteld. Oh, ben je 19 jaar oud en de rest van de vragen die ik hierboven zie, ik er ook wel 4 staan, skip ik dan met hoe oud ik ben. Wat was je vroeger, je favoriete speelgoed, geen games? Ja, Playmobil, sowieso Playmobil. Er waren mensen Lego Boys en er waren mensen Playmobil Boys. En ik was altijd Playmobil. Wat wil je later bereiken qua werk? Al beantwoord. Vond je basisschooltijd leuk? Ja, achteraf wel. Toen was ik er klaar mee. Want toen wou ik echt graag naar de middelbare. En toen kreeg ik huiswerk en zo. En toen dacht ik weer, basisschool is gewoon thuiskomen en gamen. Dat was gewoon de leven. Het leven. Je weet zelf toch. Wejo. Hey, wij gaan door. Een keer met de Belgische politie. Ja, komt helemaal goed. Maar voorlopig nog niet, want ik heb nog geen voertuigen. Ik krijg allemaal dingen binnenkort doorgestuurd van iemand. Heb ik wel... Ja, waarom ben je begonnen? Heb ik beantwoord zo'n keertje. Weer vrijwillige brandweer. Ah, ik crash je. Zo, daar zijn we weer. En inmiddels slachtoffer afgeleverd. Bla 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 bla. En we gaan hierheen en we gaan verder. Ik geloof dat ik op het einde nog net liet horen van toen je 10 was, wist je toen al dat je op de ambu wou? Jazeker wist ik dat al, want ik zeg het echt al heel lang. En dat kan iedereen bevestigen, of ja, iedereen die mij kent, die zegt ook van,
Ja, dat heb je altijd al gezegd dat je dit wou gaan doen, hè? Dus ja, dat klopt. Hey, wil je roleplayen met de Lifeline Trauma Helikopter? Ja, zeker. Komt er binnenkort aan als je niet al online staat. Mijn vraag is, heb je huisdier of mag deze vraag niet? Zeker mag dat wel. Ik heb 2 katten. Ja, oh god. Oké, en dan gaan we nog even een vraagje pakken. Leuke video, dus gaan vragen. Maar dankjewel. Hoi, ga misschien nog een keer met de rest beraden. Ja, komt goed. Wat is jouw mening over Fortnite? Ik heb het nooit gespeeld, maar dan ook nooit. Ik vind PUBG wel heel leuk. PlayerUnknown Battleground. Dat heb ik ook niet, maar dat heb ik wel vaker dan gespeeld. We gaan nu naar persoon wederom aangereden door een voertuig. Ik pak nog 1 vraagje. Wat zou je van GTA vinden als je echt in Nederland zou kunnen rijden? Dan leg ik me telefoon neer en dan ga ik daarover praten tijdens de spoedrit. Want ik zou dat wel super tof vinden. Gewoon dat je rotondes krijgt en kruispunten zoals je ze in Nederland hebt, of normale stoplichten en zo, etcetera, etcetera. Dat heb je in GTA namelijk niet. Rotondes kun je alleen maar van dromen in GTA. En ja, als je dan GTA Nederland zou hebben, dan zou je waarschijnlijk Amsterdam hebben. Dan zul je waarschijnlijk ook niet zo heel veel rotondes hebben, want ja, Amsterdam, ja, hij heeft vast wel genoeg rotondes. Maar dan ook gewoon dat je hartje centrum Amsterdam zou hebben. Met, oh, we knallen stoep op. Met gevolg dat je dus echt gewoon door die smalle steegjes van Amsterdam zou kunnen scheuren. Dat zou ik super tof vinden. Al is het 100 euro, dat betaal ik ervoor als ik weet het. Nou, moet ik wel zeggen, als het 100 euro zou zijn, dan ga ik eerst kijken bij mensen of het ook goed is. Dus stel van mensen nemen daarmee op, video's mee op en ze zeggen echt van ja, dat is super tof. Dan heb ik er echt wel 100 euro voor over. Ja, maar het komt toch niet. Het is Amerika. En dan na Amerika zal eerst Londen komen misschien. Of gewoon een andere stad. Maar zeker geen Amsterdam. Oeps. Ja, val maar om. Kan ik er overheen rijden. 108 plaatsen. We gaan een kijkje nemen. Enfin, niet te plaatsen. Het is nog 1.2. Of het is flink omrijden. Ondertussen, het is alles van rijden door. Ondertussen ga ik door. Ga dan mijn roleplay spelen. Uitroepteken. Nee. Ten tweede. Hou je mond dus. Of ja, niet hou je mond dus. Niet jij persoonlijk. Maar je moet niet mij commanderen, want daar ben ik echt een beetje klaar mee dat mensen dat zo doen. En dan kunnen mensen zeggen dat ik ben aan het janken om alles, maar leer eens wat respect of zo, mensen. Van ga dit doen, ga dan doen, je moet dit doen, je moet dat doen. Kun je niet gewoon vragen, wil je alsjeblieft Dendam roleplay spelen, of wil je alsjeblieft met de ambulance, of die ligt trouwens onder water, dus als hij niet al dood is, dan gaat hij niet al dood. En ik vind het heel lastig om zo naar het slachtoffer te kijken. Ik heb de T ingedrukt. Ik denk dat hij dood is. He dead. Ja. Dus ja, vraag gewoon normaal of vraag niks. En dat, ja, dan zeg ik, dan commandeer ik jullie nu eigenlijk ook. Dus zouden jullie alsjeblieft, maar dan alsjeblieft, ook normale vragen kunnen stellen en dan op een nette manier. Ik weet zeker dat je thuis ook niet tegen je moeder zegt, je moet nu gaan koken. Ja, misschien wel, dat doe ik zelf ook, sorry. Nee, maar goed, ik ga lijks wel vragen, want het slachtoffer is overleden, is verdronken, de reanimatie heeft geen zin, kan ik ook niet uitvoeren. Dus we gaan door. En dan ga ik de X in drukken, dan krijg ik wel een melding van de politie, maar dan is deze melding in ieder geval afgerond. Wat voor een brandweer denk je dat er over 50 jaar is? Is de volgende vraag. Ik denk dat dat wel een brandweer, dat de brandweer dan wel heel uitgebreid is. En dan ja, misschien zelf blussende voertuigen. Maar ik weet echt niet wat ik over 50 jaar kan verwachten. Hoe vind jij het om LSP wat te spelen in plaats van echte agenten te zijn? Ik ben sowieso een echte agent. Ik denk de echte agent wel super gaaf is. En, maar ook heel veel dingen die je niet wilt meemaken en heel veel haat krijg je. Maar ja, dat lijkt me ook wel tof. Maar dat zijn dan alleen de dingen waarvan ik zou zeggen, dat zijn de positieve dingen waar ik dan aan denk. En ik denk dat er ook heel veel negatieve dingen aan zitten.
Maar politie is niks voor mij verder om te doen. Qua opleiding en zo. Zou je graag in het echt politieagent willen zijn, was de volgende vraag. Ja, daar heb je antwoord al. We gaan trouwens door naar een A1 melding. Ambulance is nodig. Meer info onbekend. Nog een vraagje van de weg. Wat is je lievelingsbrandweermerk? Bijvoorbeeld DAF, Scania, Mercedes, etc. Dan denk ik Mercedes. Omdat ik wel een paar vette Mercedes TS'en ken. Amsterdam. Limburg Zuid heeft Mercedes. De plaatsen oranje en groen staan aan. Goedendag, hallo. Vertel me eens. Oh. Een gebroken ribben en een gebroken been. Oké, meneer, gaan we nemen naar het ziekenhuis. Stapt u vooral in. En dan gaan we onderweg nog een vraagje. Ja, wat is je favoriete ambulance in game? Recht voor je neus. En welke brandvervoerder vind je het mooiste in real life? Niet in GTA? Ja, die TS'en van... nee, die TS'en van Rotterdam vind ik ook wel heel gaaf. En de TS'en, die van Amsterdam bijvoorbeeld, vind ik wel heel mooi. Ik heb een leuke vraag, Q&A. Wat van jou zorgt ervoor dat ik zou kijken? Ja, deze video misschien. Wedden, je gaat kijken omdat je wilt weten of je vraag erin voorkomt. Is het verplicht om jezelf tijdens een staande houding te legitimeren, ook wanneer er geen goede reden is voor een staande houding? Ik zou sowieso, je mag altijd vragen, als de politie naar je toe komt van, hoi, kun je jezelf legitimeren? Mag je altijd vragen van, ja zeker, of dan begin je al gewoon van, ja zeker kan ik, of nee kan ik niet, want ik ben nog geen 14. Want onder de 14 hoef je je ID niet bij te hebben. Maar ga nooit meteen een discussie van, waarom wil je mijn ID hebben, doe normaal jongen, je hebt helemaal geen recht. Ga gewoon even vragen wat de reden is van de staande houding. En zelfs met een algemene controle, dat zullen ze dan wel eens tegen je zeggen, mag het geloof ik. Vind je zelf LSPD vaal leuk? Ja zeker vind ik het leuk, anders speel ik er niet zoveel. Wat wil ik qua YouTube nog bereiken? Ja, oké, ja, heb ik al. Is je opleiding voor ambulance al bijna afgerond? Nee, nog lang en ver, lange na niet. Ik moet nog naar de spoedeisende hulp een opleiding gaan volgen, daar nog werken. Dan nog, ja, dan moet ik zeker nog 5 jaar werken. En dan nog een opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Dus dat zit er nog allemaal aan te komen. Wat voor PC heb jij? Ja, dat staat allemaal in beschrijving. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet zelf samengesteld. Hoe lang blijf je spelen? Totdat ik echt zeg van, jullie zijn niet meer aardig in de reacties. Dat zal niet zo snel zijn. En tot ik gewoon geen tijd of geen zin meer heb. Wanneer komen er andere meldingen? Ja, ik weet het. Ik zoek heel veel... call out packs, maar ja, ik vind ze niet altijd even goed. Wil je ooit de 1 miljoen aantikken met YouTube? Nee, ja, het is leuk meegenomen, maar ik ga niet nu zoveel video's maken tot ik door blijf tot de 1 miljoen. Dat zal zeker niet gaan gebeuren. Als je bij de politie zou zitten, welke afdeling zou je dan leuk vinden? Ja, noodhulp gewoon. En hondengeleider en Daisy lijkt me wel heel gaaf. Oh god. Ja, Q&A is misschien een leuke toevoeging aan een game. En dan noemt hij allemaal lijst op met dingen die ik in mijn game moet zetten. Dus eigenlijk is geen vraag. Maar dat zijn wel allemaal dingen die ik heb. Rijdt u alsjeblieft prio 1. En de laatste vraag, niet de laatste vraag van vandaag, maar de laatste vraag voor deze melding. Als je een game zou moeten kiezen, ik kijk al niet meer, dus ik moet hem even van mijn hoofd. Voor één dag, welke zou het dan zijn? Fortnite, Minecraft of GTA? Ja, ik speel Minecraft en Fortnite sowieso niet. Oh. Dus dan ja, dan blijft GTA over. Oh, krasje. Sorry Justin. Nou, politie is ook te plaatsen. Ja, wij lopen naar binnen en ondertussen ga ik dan alvast kijken. Geen haast, je moet niet zelf chaos gaan creëren. Als je misschien... ja, komt goed. Jo, Verendig onderzoek hoe je Verendig spelt. Wat? Oh, hier. Hoi! Oh, dit is een reanimatie. Ja, oké. Dankjewel collega.
vind je het leuk om YouTube video's te maken of is het een beetje druk? Nee, ik heb het tot nu toe altijd onder controle. Het enige nadeel voor jullie is dan dat ik niet altijd up-to-date ben. Dus bijvoorbeeld als ik nu zeg ik hoi en jullie horen die hoi pas over 3 weken denk ik. En dan kun je wel zeggen van ja, waarom upload je, of zeg je dan niet gewoon hoi een week van tevoren en upload je dan. Maar dan ga ik het nooit voor elkaar krijgen om om de 2 dagen een video te gaan uploaden. Dus ja, het is een beetje, jullie moeten het soms mee doen tot ik dingen zeg die 3 weken terug, of die 3 weken oud zijn. Of nog ouder. Ben je al eens een keer met Jan Willem mee geweest? Dat vraag je 3 keer achter elkaar. Nee, ik heb het wel een keer met Jan Willem afgesproken, het is er nooit van gekomen alleen. En ik weet niet of Jan Willem het nog weet. En Jan Willem heeft ook heel veel verzoeken, dat weet ik ook. Hij had me echter een keer gezegd van ja, na de Dutch YouTube Gathering is alweer vorig jaar. Dus niet, wat ligt hier, een dode kat? Of gewoon een slapende kat? Heel camouflage kat. Jan Willem heeft ook... Heeft het wel een keer dan gezegd van ja, kunnen we regelen en stuur maar na de Dutch YouTube Gathering van 2017 een bericht. Heb ik gedaan, maar geen reactie gekregen. Dus ik ga niet vol spammen. Het houdt gewoon even op. Wij gaan even vehicle fixen. Tja, we moeten natuurlijk wel spik en span naar onze post rijden. En ondertussen ga ik weer wat vragen voor jullie beantwoorden. En dat is... Wat vind je van de nieuwe politie Audi A6? Nou, ik denk dat ik daar wel duidelijk over ben geweest, dat ik die super vet vind. Rijden en kijken, als je niet bij de ambi gaat, welke baan zou je dan wel doen? Ja, spoedeisende en hulpverpleegkundige denk ik. Een beetje iets in acute zorg ofzo. En als dat allemaal niet meer mag, ja politie. Heb je ooit een plugin gemaakt voor LSPD van? Nee, ik ben echt slecht, ik kan niet scannen. Hoeveel video's heb je in totaal gemaakt? GTA 5 LSPD. Oh, dat, ja, ik denk iets van 326 dan op mijn kanaal staan. Of dat was in ieder geval laatst, 326. Dat kunnen er nu iets meer zijn. Laat zeggen tot daar... Ja, er zullen nog wel een paar privévideo's tussen zitten, maar niet veel. Dus ik denk ongeveer zoveel video's. Zou je ook een ander spel op kanaal willen spelen? Ja, nee. Ik weet echt, ik ben nooit iemand die andere spellen leuk vindt. Ik, ja... Misschien ooit nog eens, zeker wel. Als ik eigenlijk een leuk spel vind, dan komt hij hoor. Zou je als het nu nog komt bij de politie Marche C gaan? Ja, als ik iets anders in elkaar zat en zo, dan zou ik wel bij de politie willen gaan. Dat lijkt me wel gaaf. Gaver dan de Marche C. Waarom gebruik je altijd gewone auto's en geen gedownloade auto, bijvoorbeeld Porsche? Omdat ik meer van het realisme ben en ik denk dat ik daar ook wel een paar mensen bij mee heb bereikt. Doordat ik niet hier door rood scheur, ja ik scheur wel eens door rood natuurlijk. Omdat ik nu denk van ja, het duurt me te lang, dus ik rij even door. Maar ik ga niet overal op knallen, ik schiet niet meteen mijn hele magazijn leeg bij een melding waar het niet nodig is. Ja, en dan heb je misschien wel mensen, ik noem verder geen namen, die dan... die dan meer abonnees hebben omdat mensen, omdat hun een grotere en andere doelgroep hebben, omdat hun het wel leuk vinden dat ik hier met 300 km per uur op het kruispunt afscheur en iedereen aanrijden omdat ze niet voor me aan de kant gaan. Maar ik ga liever gewoon snelheid eruit, vrije ruimte zoeken en ja, veilig en realistisch over het kruispunt. Kijk hier, auto maakt ruimte voor mij, rustig hier doorheen en niet tegen hem opknallen omdat hij aan de kant gaat. Links achter de vrachtwagen kijken of daar niks komt en hier tussendoor. En zo kun je ook kruispunt over. En dan heb ik misschien wel minder abonnees omdat mensen denken van je bent saai. Maar dat boeit me dan niks. Ik weet niet wat de vraag was, maar je hebt je antwoord. Oh ja, waarom ik niet? Ja, dus ik vind ook een politie Porsche vind ik ook onrealistisch. Of een politie Tesla of een politie Ferrari. Ja, weet je, dit is wel een keer leuk voor een keer, maar nee. Op wat speel je GTA 5? Ja, op computer. Het kan niks anders. Ik krijg nog steeds de vraag of het op de Xbox kan, op de PlayStation 4. Ah, dat was mis, jongen. Ah, nee, dat kan wel raak zijn. Nee, dat kan niet. Wat vind je de leukste game? Ja, GTA 5. Of Call of Duty. Ja, Call of Duty speel ik ook niet, dus GTA 5. Het zand is hard, dus we kunnen over het zand rijden.
ga weer met de, ja, ik ga nog niet zo vragen of je vraag zeg gewoon, niet zo'n reactie afmaken, want het is gewoon een, ja, het is wel een verzoek, maar ik heb het er net al over gehad. We zijn te plaatsen, blauw blijft even aanstaan. Ondertussen lopen we doorheen. Wat voor een schepijs vind je het lekkers? Ja, weet je, soms heb ik hier echt van die smaken waarvan ik denk van, jee, of jee, dat is wel lekker. Dus, wat had ik laatst nou? Zo'n chocolate chip cookies ijs. En Nutella ijs had ik een keer. Oh, dat was ook wel lekker. Woon je in België of Nederland? Nederland. En welke auto kies je voor de GTA? Voor de politie mag ook merken. Ja. Oh, ik moet wel geen meer. 2, 3. Oké, overleden. Goed, dat waren de vragen. Ik ben er echt snel doorheen gevlogen. Ik weet niet, ik ben waarschijnlijk ook al 20 minuten zeker bezig met de video. Dus ik zou zeggen, we gaan nog één melding pakken. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Dit is officieel geen ambu-melding. Het ziet er natuurlijk wel uit als een ambu-melding, maar het is een politiemelding, dat weet ik. Dus die gaan we niet aannemen. Maar ja, normaal heeft deze mod wel, sorry, tot er nu alleen maar aanrijdingen zijn. En dat vinden jullie waarschijnlijk ook saai, of ja, saai in zin van geen afwisseling. Maar normaal heeft de mod wel afwisseling met hersenbloedingen, persoon kortademig, een B-rit er tussendoor. Maar nu is het alleen maar person struck by vehicle. Sorry daarvoor. We gaan kijken of we nog een melding krijgen en dan ga ik deze super vette ambu weer terug op de post zetten. We zijn er wel niet gekomen, dat is altijd wel een goed teken. Er is in ieder geval ambulance nodig. Little Soul, respond. Nee, dan kunnen we A1. Alles staat stil, ja. We zijn wel dicht bij de bos, dus kunnen we daarna met... Oh nee, we moeten natuurlijk naar het ziekenhuis rijden. Nee, de vragen zijn in ieder geval er doorheen. Er waren best veel reacties, maar ook dus heel veel dezelfde vragen. Hoe oud ik was, wat voor werk ik doe. Dat zijn allemaal vragen die ik heel veel heb gekregen, dus daar heb ik één keer antwoord op gegeven. En dan voor de rest, ja. Zie ik daar geen reden toe om iedereen te antwoorden. Te beantwoorden. Wie wat dan maar. Oh daar. Oh, die zak helemaal niet. Op een schaal van 1 tot realistisch zou ik hier omhoog kunnen gaan. Als ik zo naar de zijkant kijk. Ik denk dat ik er niet tegenaan rij. Hè? Nee. Dus, oh, het had gekund, of het heeft, het kunt, het kan, het kunt, wou ik zeggen, het kan. Hoppa. Waarom zet ik groen aan? Dat is niet nodig, het is één slachtoffer, geen groot incident, tenzij iemand hier begint te schieten ofzo. Goedemiddag. Ik ben Wim, ambulance. Oh, dat is Wim trouwens. Voor de mensen die hem nog gaan kennen. Met EP menu. Yo, check it out. I want to start a band. Wat heeft mevrouw? Broken leg, broken arm. Typisch, heb ik vandaag pas 3 keer gehad of zo. Mevrouw, kom maar mee. We gaan naar het ziekenhuis. Ik heb u gespalkt, oftewel even in de vacuümmatras gepleurd. En ja, we gaan maar naar het hospitaal. U mag instappen. Zit u al? Ja, ze zit. Zullen we met A1 naar het ziekenhuis gaan? Want ze is ernstig ziek en de harten doet het niet meer omdat ze een gebroken been heeft. Dus we moeten echt met toeters en bel naar het ziekenhuis. Over realisme gesproken. Nee, dit is natuurlijk een A2 indicatie. Of wat wil dat zeggen? Het is een reden tot A2 naar het ziekenhuis te rijden. Maar ik denk dat hij dadelijk gaat crashen. Mocht hij crashen, bedankt voor het kijken. Want ik ben geloof ik... Oh nee, ik ben 1 keer bij het ziekenhuis aangekomen. Nu ook. Afkloppen. Goed. Oh, daar kwam even een andere sirene tussendoor. Zo, wij zijn te plaatsen. Mevrouw lekker door elkaar geschud. Mensen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een heel toffe video vonden en een heel toffe ambulance. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. En ik zeg ciao, adios. Neem dan mee. Doei.